En op zondag 19 juni is het Vaderdag en wij van ATV zullen deze week daar dagelijks aandacht aan besteden. We beginnen onze serie met Karel Breeveld, voormalig voorzitter van stichting Man Meet Man, over het belang van vaderschap. Breeveld zegt dat de gelegenheid moet worden geboden om meer verdieping te brengen in het vaderschap. Vaders horen erbij bij de opvoeding van onze kinderen. Ja. Dus ik denk dat het daarom op zijn plaats is om Vaderdag ook met meer diepgang. En kijk, het gaat bij ons vooral natuurlijk aan de ene kant om dankbaar te zijn dat vaders er zijn. Ja. Maar aan de andere kant de gelegenheid gebruiken bij Vaderdag of Vaderweek tot verdieping van het vaderschap. Of tot meer inzicht krijgen in vader. Bij Moederdag is het meestal bloemetje brengen, taarten bakken, dat soort dingen. Show, 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 show. Weet je, er wordt weinig praat over de inhoudelijke kant, hè? Van je moederschap. Ja. Hoe doe je dat en wat kan beter en op welke manier? Dat komt nauwelijks aan de orde. Het is meest een beetje fancy-achtig. Breeveld zegt verder dat er verschillende factoren zijn welke kunnen leiden tot het niet invullen van een vaderrol door mannen. Er zijn veel positieve ontwikkelingen met de rol die vaders innemen in het leven van hun kinderen. Absoluut, absoluut, okay. Absoluut. En het complimenteren vind ik geweldig, want dat is wat ons dan weer als mannen echt stimuleert. Ja, mannen vinden het geweldig als ze een compliment krijgen. En dan gaan ze veel verder en dan worden, gaan ze anderen ook weer aansteken. Absoluut. En dan wordt op die manier een veel gezondere samenleving. Helemaal. Dat is wat je wilt. We hebben een zeer belangrijke rol te vervullen. En ik denk dat wat wij aan het doen zijn, dat dat effect heeft op de generaties die komen. Dus we zijn belangrijk. En het lijkt mij dat juist in dat kader, dit jaar Vaderdag, we extra aandacht daarom besteden aan de inhoudelijke kant van het vaderschap. Breeveld geeft aan dat het belangrijk is dat een man weet wie hij is en hoe hij zaken aanpakt en realiseert. Vaders moeten een stempel drukken middels de rol die zij in het gezinsleven vervullen, meent Breeveld. Het volledige gesprek met Karel Breeveld kunt u woensdag bekijken in ons programma In Gesprek Met om 5 uur 's middags via 12.1.